Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, vice-president Adin gaat in op de kwestie gezondheidszorg tijdens VN-meeting. De minister van OWTNC vertelt meer over de veerverbinding tussen Suriname en Guyana, ondertekening overeenkomst tussen Suriname en India en schoonmaakwerkzaamheden Paramaribo Zuidwest. Suriname gaat door belangrijke hervormingen op het gebied van de gezondheidszorg. Ons land is voorstander van solidariteit en internationale samenwerking. Dit was de rode draad in de toespraak van vice-president Michael Ashwin Adin tijdens de Universal Health Coverage als onderdeel van de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. I am honored to share with you Suriname's progress on universal health coverage. In 2010, the President of the Republic of Suriname, His Excellency Desiree Delano Bouterse, entered into a social contract with the citizens of our country. One of the focus areas identified as a result of this social pact, included affordable health care for all. In 2014, we adopted our basic health care legislation, which entitled all citizens to a basic health care package. Noticeable is the improvement in health coverage since then. Under this law, it is mandatory that all citizens be insured for basic health care, which includes primary, secondary, and limited tertiary care services. Included are also access to safe, affordable, and essential medicines and vaccines. Suriname's Multi-Annual Development Plan 2017-2021 has a major outcome or objective: healthier lifestyles, including the improvement of the living and working environment of Surinamese citizens, while minimizing the incidence of diseases and improving the curative healthcare system to a more affordable and a more accessible one. We are committed as a government to improve access to high quality healthcare in Suriname for everyone and everywhere, hence working tirelessly to enable universal health coverage. In providing primary healthcare as a priority for universal health, it is important to develop and organize health systems and services that are equitable and mobilize sustainable finance. In doing so, priority is given to the socially vulnerable and economically marginalized people, as well as geographically isolated communities in the interior and coastal areas of Suriname. In strengthening primary healthcare, Suriname has also implemented the health in all policies approach by establishing an intersectoral collaboration platform to address the social determinants of health. Recently, with the support of the PAHO, the government has launched a 10-year National Strategic Plan for Health and Well-being 2019-2028. The plan is based on the four strategic priorities of universal health, the Sustainable Health Agenda of the Americas 2030, and the SDGs. With the support of PAHO, we are now actively engaged in strengthening the capacity building of health professionals, and the government is also reassigning doctors to serve in remote communities as a matter of high priority. PAHO also supported a national dialogue on a fiscal space study for health in Suriname. Mr. President, Suriname is going through important health policy reforms. And as such, the government is revising the basic health insurance legislation for a single-payer system. This will increase and optimize public financing for health and is an efficient and fiscally responsible manner, leaving no one behind. In order to advance accessibility to all, or for all,
Around 85% of the population is insured through a basic care package, and this percentage is increasing rapidly. The government supports those who are not able to or only partially able to pay their premium by way of subsidies. Since in Suriname, the chronic non-communicable diseases are the main causes of mortality, we promote a multi-stakeholder approach. Investing in prevention and early detection and care of chronic diseases remain the most cost-effective solutions to mitigate the spiraling up of basic healthcare costs, and as such, a priority for our government. Mr. President, in advancing the expansion of universal health coverage, most nations face the same challenges. Solidarity and international cooperation are crucial for this agenda. In closing, Suriname supports the political declaration emanating from this high-level meeting, and I thank you. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft samen met een Surinaamse delegatie succesvol overleg gevoerd met de minister van Openbare Werken van Guyana inzake de veerverbinding tussen Suriname en het Westerbuurland. Vanaf 26 september 2019 zal de Guyanese veerboot Sandaka tijdelijk worden ingezet voor het vervoeren van passagiers en goederen tussen de beide landen. Nou, in eerste instantie hebben wij, vanwege het feit dus dat vanuit de Guyanese zijde, en dat is al bekend bij u, het is verschenen vaker in de media, dat zij dus vanwege omstandigheden niet op tijd van zich hebben laten horen. Wij hebben natuurlijk op ons niveau en op tijd ook nadat op 27 mei die Karamaima uit de operatie was gehaald, zouden zij conform die MOU moeten inkomen met die Sandaka. Dat is gewoon concreet toen afgesproken. Helaas hebben we dus geen bericht gehad. Wij konden natuurlijk niet blijven wachten, omdat we weten dat die ferry in operatie moet zijn. Mensen die moeten treffelen, bedrijven die natuurlijk een stukje werk hebben in Guyana, maar omgekeerd ook, hebben wij dus als regering besloten om dus die Karamaima op eigen kosten alvast te sturen naar de dok om aangepakt te worden. En dat hebben we toen gedaan. Dat is ook heel concreet met ze besproken. Vandaar dat ze ook hebben getoond dat ze daar respect voor hebben. Ze weten dat er eventueel een beetje sprake is geweest van een communicatiestoornis. De brieven die liggen daar, dat is ook beaamd. Zaken met betrekking tot dat stukje, die 2-3 maanden, dat is ook direct op tafel gelegd en goed uitgepraat. Dus dat is niet meer een issue. Zij gaan natuurlijk inkomen nu met die Sandaka voor die aantal dagen. En daarna gaan wij natuurlijk verder de zaken, de kosten en dergelijke, goed onder de loep moeten nemen. We zijn intern ook al gestart om te kijken hoe het staat met de financiële structuur van Karamaima Management Company en Karamaima Ferry Services, waarbij wij dus de zaken via Klat en via Lutschman bezig zijn na te gaan en te kijken van hoe wij dus een zo goed mogelijke structuur daarin kunnen brengen. U begrijpt me niet verkeerd natuurlijk. Ik zeg niet dat ik op zich aangeef dat er iets mis is, maar het kan altijd beter, het kan altijd efficiënter. Maar de bedoeling is ook om meer te kunnen gaan verdienen met die Karamaima Ferry Service. En te kijken natuurlijk van wat niet als kosten meegenomen hoeft te worden, gaan we overboord moeten gooien. En proberen natuurlijk te gaan werken richting cost reduction, maar zeker ook om de revenue te gaan verhogen. Om aan te geven, heel concreet op uw vraag hoeveel dit gaat kosten, kijk ik even naar de mevrouw Nijan. Totaal met betrekking tot het in operatie krijgen van de Karamaima, de last- en constructiewerken, maar ook andere zaken die gebleken is toen om aan te pakken, zal dat alles een kosten met zich meebrengen van totaal €365.000. Daar is er een vooraf zijn dus is dus de mogelijkheid geboden om dus companies, contractors de mogelijkheid te geven
te komen kijken wat er precies gedaan zou moeten worden. Aan de hand daarvan hebben ze offertes uitgebracht. Dat is goed bekeken, geanalyseerd, becommentarieerd en toen is er een uitsluisel, een gunning uit komen rollen, waarbij dan een contractor de mogelijkheid heeft gehad om dus de werkzaamheden op te pakken en uit te voeren. U moet begrijpen dat het ook gaat in deze om componenten die uit het buitenland gehaald zullen worden. Dus dat heeft ook natuurlijk een x-tijd in beslag genomen. Maar we hebben ons laten leiden qua prijs, zeker de kwaliteit die verwacht wordt. Maar ook de tijd die in beslag zou worden genomen om die Kanawaima te doen repareren en terug in de operatie te kunnen brengen. Dus dat zijn allemaal zaken natuurlijk. Maar ook de ervaring van de contractor die op dit moment belast is met het repareren, is één waar wij dus al reeds wat ervaring hadden. Vanwege het feit dat, dat de contractor reeds eerder ook gewerkt heeft aan die Kanawaima. De bedoeling is natuurlijk dat wij het zo snel als mogelijk terug willen hebben in de operatie. Maar we zijn blij natuurlijk dat de Guyanese regering zelf heeft aangegeven van luister, we komen nu wel in. Nu hebben we zaken besproken die verder opgelost zullen worden. Ik denk dat het zeker nodig is geweest om bij elkaar te komen en echt alles uit te praten en te kijken natuurlijk van, het was niet nodig in principe om schuldvraagstukken op tafel te leggen. Het was meer in een ontspannen sfeer gewoon die oplossingsmodaliteit op tafel te leggen. En ik merkte dat iedereen natuurlijk dat had begrepen en dat hebben we dus gedaan. Dus het is mutual, het is wederzijds geweest. Het respect natuurlijk, maar zeker dat wederzijds begrepen is dat wij dus nu echt die oplossing moeten doorvoeren. En we moeten niet meer, we moeten niet te lang praten. We moeten gewoon doen. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en de vertegenwoordiger van de Exim Bank van India, Ajay Rana, hebben een leningsovereenkomst getekend. Het betreft in deze een overeenkomst voor een bedrag van $11,13 miljoen ten behoeve van de rehabilitatie van de melkcentrale en de productie van steriele melk en melkproducten. Nou, alvast zou ik zeggen van de regering wordt gefeliciteerd. Dit is een common effort van onze regering geweest om toch wel financiering te zoeken voor de meest cruciale zaken waar er hulp nodig is. En in de discussie met India is begonnen wij te praten dus over het heractiveren van het upgraden van de melkcentrale. Het gaat terug naar 1961. Er is heel weinig echt geïnvesteerd in de laatste tientallen jaren. Dus wij moesten allemaal het mes erin zetten. Dus de discussie natuurlijk begon tussen India via buitenlandse zaken met LVV. Want daar praten wij over de technische kant ervan. En wij als financiën kwamen in het financiële aspect. Het is 50 plus jaren terug daar neergezet. Ja toch? Ik begreep 50 jaren van de vorige eeuw. Dat is allemaal, dat was toen de tijd goede technologie. Maar u weet, ja, dingen veranderen, technologie vernieuwd, et cetera. We hebben gezocht naar mogelijkheden, et cetera. U weet, India is een grote speler op dat gebied. Groot en productie. Heel veel producten, goede producten, goede kwaliteit. En er is de hele communicatie geweest met LVV India. En daar heeft buitenlandse zaken en zeker financiën een grote bemiddelende rol vervuld. We will be happy to work with government of the Republic of Suriname to look for opportunities and to facilitate investments from Indian private sector companies into Suriname. That will not only help the economy here locally, but also help generate jobs here. Beide kanten kunnen wij vandaag zeggen van dit proces is eindelijk afgerond. En we denken dat de melkcentrale
toch wel een behoorlijke injectie zal krijgen. En na jaren van stilstand qua ontwikkeling zal het een enorme stap vooruit maken door in staat te zijn aan hogere standaarden, internationale standaarden te voldoen. Maar daarnaast, voordat die machines geplaatst moeten worden, moet er een goed gebouw komen. Met allerlei, te voldoen aan allerlei specifieke technische voorwaarden. En daarvoor hebben wij een consultant hier in Suriname, maar dat zal met de consultant uit India zelf ook verder uitgewerkt worden. Zo gauw dat duidelijk is, zullen we gaan en gauw beginnen met de bouw. De regering heeft een heel sociaal beleid, dat merkt u ook. Wij gaan niet om de producten aan de man te brengen, weten dat het heel moeilijk zal zijn voor de regering. Daarom is er een zwaar sociaal programma. Daar ben ik trots op dat deze regering een sociaal programma heeft. U ziet vele subsidies, elektriciteit, gas, water. Wanneer melk komt, melk is goed voor ieder, voor de gezondheid. En zo kijken we daarnaar. Het is niet de bedoeling dat we winst gaan maken met melk, maar het is de bedoeling dat we dat aan ieder jaar toegankelijk moet zijn voor ieder. Dus de concrete cijfers, dat is pas na 2,5 jaar, we kijken iedere keer heel scherp ernaar. Welkom. Ter verfraaiing van de ruim 75 jaar oude begraafplaats de Livorno zijn veldwerkers van het districtscommissariaat Paramaribo Zuidwest bezig met schoonmaakwerkzaamheden. De begraafplaats, die volledig overwoekerd was, is nu reeds voor de helft opgeschoond. Het resterende deel zal de komende dagen worden afgerond. Begraafplaats was een jungle geworden. Ik heb van omstanders begrepen dat deze begraafplaats in geen jaren is aangepakt. En ik vind toch wel dat de verantwoordelijkheid is van het commissariaat dat het ook een openbare begraafplaats is. Ik mag niet jokken voor de jongens. De jongens werken keihard in zon en regen. En ze hebben de begraafplaats eerste fase al gehad, dat is aan die kant. Als we daar kijken straks, en dan zien we dat het geheel mooi is opgeschoond. Het is de bedoeling dat aan het eind we ook zo gaan hebben bij de andere kant. Dan hebben we een mooi aanzicht. Men zegt doden hebben geen macht. En misschien gelukkig, want als ze macht hadden, die troep die hier achter mij is, het zou niet mooi voor ons zijn. Maar gelukkig, wij mensen, wij levenden, kunnen nog oordelen. En we zorgen ervoor dat onze dierbaren ook netjes bij liggen. Andere werkzaamheden die in dit kader verricht of uitgevoerd zullen worden? Tuurlijk. Onderhoud van straatbermen waar nodig, want we kunnen niet overal zijn. Primair valt maaien van bermen onder het ministerie van Openbare Werken, TNC. We helpen waar openbare werken tekort schiet en het maaien van bermen rondom scholen, want dat valt ook een beetje tegen. Dus wij zijn er eigenlijk om te helpen waar wij geroepen worden om een bijdrage te leveren, de DC. En natuurlijk
waar we zelf merken dat bijvoorbeeld aan de bij Stichting Tamara, kinderen Stichting Tamara aan de Orfistraat Flora, hebben we gisteren gemaaid, dat was heel hoog. Orfistraat is helemaal gemaaid. Je hebt een looppad aan de Hendrikstraat bij OS Matosoep 1. Nu heet het Ramnat Jagroepschool. Hebben we gemaaid 3 weken terug, een looppad. Waarvan de kinderen heel goed gebruik maken om de school te bereiken via een korte weg. Men zou zeggen een boropassie. En we hebben ook onlangs het sportcomplex aangepakt. De Friedrichshoop, weg, pond buiten. We hebben helemaal gemaaid, buiten en binnen. Dus we zijn voor de gemeenschap. En als districtsecretaris moet ik mijn beste beetje voorzetten en het beleid van de DC uitvoeren. En daarvoor zijn we daar. Dat was het dan voor deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer.